Latime, Latiremo, Dolime. Ameno, Omane. Goedenavond, kijkers. Wij waren op pad om opnames te maken op locatie bij het Beekdal van de Kleine A. Maar het was zo bar en boos koud buiten. En wij vonden een gastvrij onderkomen bij Fons van der Heijden. We kregen de koffie erbij. En op deze locatie zal Nicola van Waterschap de Dommel een uitleg geven wat de plannen zijn met betrekking tot de Hermian van de Kleine A hier op het gehucht, zullen we het maar noemen, Tongeren. Nicola, aan jou het woord, meid. Ja, wij zijn de afgelopen 2 jaar druk bezig geweest om een plan te maken voor de herinrichting van de Kleine A. Dat hebben we samen met de omgeving gedaan, ZLTO, Brabants Landschap, natuurwerkgroepen. En we zijn gekomen tot dit plan hier op tafel. Dat is inmiddels goedgekeurd. Heeft ons bestuur een besluit overgenomen. Hij heeft ook ter inzage gelegen. Is verder allemaal goedgekeurd. En we hebben inmiddels een bestek opgesteld en het werk aanbesteed. Ja. Die aannemer gaat waarschijnlijk deze maand nog van start. Oké. En de bedoeling is dat het in mei dit jaar afgerond is. Ja. En wat wij dan hebben hier op het plan is, even voor de oriëntatie, hier is de Kapelweg, ja. Van Boksel naar Oosterwijk. En hier hebben we de Helweg. We hebben een nieuwe beek getekend, eigenlijk gebaseerd op de bestekskaarten die we hadden van de ruilverkaveling Spoordonk van 1949. Die kaarten hadden wij nog mooi in het archief liggen. En daar hebben we de beek eigenlijk weer op gebaseerd. Een aantal punten hebben we wat verlengd en zijn we nog verder teruggegaan. Dus we hebben een nieuw beek aangelegd of getekend. En wat we dan nog nodig hebben voor de stuw in de Kapelweg en in de Helweg, die moeten we wel nog behouden voor onderhoud van de beek. Maar we willen het zaakje wel helemaal vispasseerbaar maken. Dus wij maken er ook nog visdrempels in. 2 vispassages. Wordt er ook nog rekening gehouden, Nicola, met een of andere wandelroute of wandelmogelijkheden? Ja, we hebben inderdaad een recreatieve ingang. Dat is hier aan de Nergena, of uitgang. Ja. Dan gaan we zo het gebied in. Ja. Dan gaan we nog een brug overheen. Er komt een wandelbrug. Ongeveer op locatie waar vroeger op oude kaarten hebben we gezien dat daar mogelijk een brug heeft gelegen. Dus willen we dat terugbrengen. Dus dan maken we een brug aan en dan gaan we zo langs het gebied af terug richting de Kapelweg. Okay. Dus dan kunnen mensen zo een rondje maken. En we zijn dus gisteren zijn begonnen met het maken van proefsleuven. Ja. Waarom is eigenlijk, zijn er proefsleuven gemaakt, Nicola? Nou, voordat wij kunnen beginnen met de aannemer om zo met te gaan graven, we willen toch goed rekening houden met cultuur, historie en archeologie. En blijken hier toch wat hoge verwachtingszones te zijn en hebben archeologisch onderzoek uit laten voeren. En hebben we afgesproken dat we in dit perceel 2 proefsleuven graven. Of laten graven om te kijken of die verwachting inderdaad terecht is. En om te kijken of dat we het straks met het graven in dit gedeelte echt actieve begeleiding nodig hebben. Ja. Er zijn een aantal andere locaties, hier nog op de kaart, waar actieve begeleiding nodig is. Dus hier en hier rondom de oude brug dan. Ja. En rondom de brug bij de Helweg. Oh. Dat zijn toch plaatsen waar van oudsher de overgangen over de beek, waar mogelijk iets gevonden kan worden. Zou kunnen worden. Ja. En dit is dus niet alleen het enige vooronderzoek, want jullie gaan ook nog een onderzoek doen voor explosief, hè? Ja, we hebben nog een bureauonderzoek laten doen naar de explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Ja. Om te kijken of dat daar, dat we eigenlijk risico's lopen met het graven. En dan blijkt dat rondom het spoor en de Kapelweg best veel gevocht is. Sowieso eigenlijk het hele gebied van de Essenstroom en Boksel. Ja. En blijkt dit perceel hier toch een
een gebied te zijn verdacht te zijn waar eventueel explosieven gevonden kunnen worden vanwege de gevechten rondom het spoor hier. En we hebben nu recent het perceel, zijn ze nu eigenlijk glad aan het maken, zodat daar een detector overheen kan rijden om verstoringen in de bodem, metaalverstoringen te kunnen detecteren. En dan kunnen we kijken of dat we daar nog verder in moeten zoomen of dat er explosieven liggen, zodat we die kunnen verwijderen voordat de aannemer aan de slag gaat. Ja. Dat zijn eigenlijk twee onderzoeken die nu eerst gedaan moeten worden. En dan kan de aannemer beginnen. Het ziet er allemaal hartstikke goed uit. Hebben we ook nog de mogelijkheid om straks even op locatie te gaan kijken voor detectering daar langs de... Okay. We zullen dadelijk even buiten gaan kijken. Kijken hoe dat werkt. Ze gaven me aan dat er niet zo heel veel te zien meer zijn. Maar goed, we zullen wellicht een apparaatje zien. We kunnen in ieder geval een blik op werpen. Ja. En ik denk dat de mensen van Baak inmiddels ook lekker opgewarmd zijn. Ja, jullie wilden er tegenaan. Nou, dan komen we zo meteen nog eventjes terug op locatie om te kijken hoe het op dit moment is. Want straks was het echt heel erg koud. Ja. En dan moeten we dadelijk in het voorjaar, als de aannemer flink bezig is, nog maar een keertje filmen. Tuurlijk. Om dan te kijken hoe het echt uitkomt te zien. Ja, daar begrijp ik wel van dat de aannemer enorm veel grond gaat verplaatsen. Ik heb begrepen op een gegeven moment over toch duizenden vrachtwagens op een gegeven moment, grond op een gegeven moment. En wij hebben ons als bewoners hier van deze buurt alles een keer sterk gemaakt van leg eens even uit hoe jullie dat gaan doen. Want we hebben hier maar een smalle straat. We hebben op een gegeven moment al een kant die veel stuk wordt gereden. Dus we zijn daar wel een beetje bezorgd over. Dat is voor de toekomst. Dat kan ik me voorstellen. Dat is voor de toekomst. Nou, wij hebben in elk geval de aannemer gevraagd een plan van aanpak te maken. En daar zitten we nu op te wachten om eens te kijken hoe gaat hij sowieso aan de slag met het, op de actieve begeleiding van archeologie. En flora fauna moeten we nog rekening houden. En ook inderdaad van hoe gaat hij werken met de vrachtwagens. En er blijft inderdaad nog wat zand over. En daar zijn we nog aan het kijken of dat we dat in depot leggen. Omdat we verder in de andere deelprojecten van de Essenstroom grond nodig hebben. Ja. Dus het mogelijk dat het gewoon hier in de buurt op locatie in depot gelegd kan worden. Kijk, als ze zich netjes gedragen, dan staat hier de koffie klaar. Ah, Fons. De bedoeling is om netjes te werken en zo min mogelijk overlast te verzorgen. Moest jij toch weten, hè? Het is maar gezegd. Het is goed, Fons. Nou, dan zullen wij de laarzen weer aan gaan trekken en de jassen weer aan en kijken hoe het buiten is. Goedemorgen. U belt? Ik ben Frans van Nuenen van Baak, BV uit 's-Hertogenbosch. Oké, en we staan hier in het beekdal van de Kleine A. Ongeveer ter hoogte van het gehucht Tongeren. En u bent hier al gisteren begonnen met... Gistermorgen zijn we hier begonnen met proefsleuvelonderzoek. In het kader van de renaturalisatie, zal ik maar zeggen, van de Kleine A. Dus renaturalisatie, wat bedoelt u dat? Dat is een moeilijk woord, daar bedoel ik mee. Zeg maar dat de oude meanders, die vroeger gehad heeft, die beek heeft veel meer geslingerd dan wat hij de laatste jaren naar het rechttrekken heeft gedaan. Ja. En een deel van die oude meanders, die worden weer in de oorspronkelijke staat teruggebracht. Dus dat is een beetje, en ook zeg maar de oeverzones, dat die dus wat meer geleidelijk gaan verlopen. En dat ook meer onderdelen van de natuur, zoals planten en dieren en zo, weer een kans krijgen om een oorspronkelijke bewoningsplaats terug te vinden. Zo, hè. Dat is en ook, u bent hier bezig geweest met het graven van een proefsleuf. Kunt u mij vertellen waarom u op deze locatie juist die proefsleuf gemaakt hebt? Vanuit bodemkundig oogpunt was dit een heel interessante locatie, omdat die oorspronkelijke meanders van die beek, die kwamen hier net tegen een wat hogere kop in het landschap aan, dus de zogenaamde dekzandkop. Dat soort locaties zijn eigenlijk van oudsher altijd heel interessant geweest voor bewoning, omdat je dan toch vrij hoog zit. Als het geen hoog water is en het is nu in de Maas, dan hou je toch droge voeten. Ja. En je hebt mooie water in de buurt en zo. Dus wat dat betreft zijn dat altijd heel interessante locaties geweest voor de mensen om te gaan wonen. Dus u had eigenlijk hier op deze locatie min of meer sporen van bewoning verwacht?
Dan was de kans op het aantreffen van woningsporen, die werd heel groot geacht. Dus okay. Maar dat is zeg maar op basis van oud kaartmateriaal, geologische omstandigheden, bodemkundige factoren en zo. Okay. Maar je kunt nooit precies aangeven waar de mensen wel of waar de mensen niet gaan. Terinu arabari dorime, amino, amino, latime, latiremo, dorime, amino, o manere in rame, amino, di mare, matimo, matiremo. Ameno. Nou, we zijn inmiddels van de ene locatie op Tongeren vertrokken naar de andere locatie. Nicola, deze locatie? Ja, dit is het perceel wat ik er straks had aangewezen op de kaart langs de Kapelweg en het spoor. Ja. En dit is een perceel wat ze, ja, voor zover het mogelijk was met deze weersomstandigheden, hebben geëgaliseerd. Ja. Om nu een detectieonderzoek uit te voeren. Dat doen ze denk ik met dat apparaat. Ja. Om te detecteren of dat er metaaldeeltjes in de grond zitten nog. En dan eigenlijk met name explosieven. Maar dat moeten ze dus bekijken aan de hand van de resultaten. Ja. En de apparaat gaat langzaamaan op en neer over het veld in vakken. Ja. En dat detecteert de ondergrond. Ik geloof dat ze mij hebben gezegd tot ongeveer 4 meter diepte. Oké, ja. En ja, dan kijken we dus of dat er explosieven zijn achtergebleven uit de Tweede Wereldoorlog. Want er is in Est dus veel gevochten. En hier met name bij het spoor, hier bij de brug, hebben ze flink geschoten. Ja, ja. En daarom is dit perceel met name verdacht. Oké. Okay. En als deze werkzaamheden allemaal verricht zijn, dus de proefsleuvengraven en dit detectieonderzoek, dan kan gestart worden met de grafwerkzaamheden voor de hermeandering van de kleine A. Ja, als dit perceel eigenlijk vrijgegeven is, is even geen de explosieve of we hebben explosieve gevonden, dan wordt het verwijderd. Ja. Ja. Dan is het perceel vrijgeven en dan kan de aannemer van start. Oké. Okay. Ja. Nicola, mag ik jou heel hartelijk danken voor jouw uitleg. En ik hoop als we elkaar weer ontmoeten onder betere weersomstandigheden. Want het is vandaag wel bar en bar en bar en boos weer om eigenlijk buiten opnames te maken. Graag gedaan. Beste kijkers, dit was dan in een koude omstandigheden, natte omstandigheden, een opname over de activiteiten die allemaal te maken hebben straks met de hermeandering van de kleine A. En u weet, de kleine A maakt deel uit van het gebied Essenstroom. En wij zullen dit traject op de voet blijven volgen. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer. Amino, amino, latime, latiremo,
Dorime.